Hey, hola, culicules! Hier Stijn en Nicole. Yes, yes, yes. Vanuit Malaga. En dankjewel voor de toplevensessie aanvragen die we tot nu toe hebben gehad. Want daaruit blijkt dat er best wel wat mensen zijn die iets willen veranderen. Ja, dat is mooi dat ze dat weten en dat ze daarvoor willen gaan. Ja. En er viel ons ook iets op, hè, waar mensen wat ze vaak zien als een oplossing voor een verandering in hun leven. Ja. En, het zou kunnen. Het zou kunnen, inderdaad. Maar dat gaan we onderzoeken. Precies, daar gaan we je ook bij helpen, inderdaad. Wat we zagen is dat er heel wat mensen met het idee rondlopen om een bed and breakfast op te zetten. Ja, dat is cool. Hè? Dat is natuurlijk wel hebben wij ook vaak gehad. Ja, nee. Dat is, ja, misschien gaan we dat nog wel doen. Ja, ja, precies. Dus dat is wel leuk. En wat belangrijk is om bij stil te staan, hè, bij zo'n bed and breakfast. Of het daadwerkelijk past bij jou of niet. Ja. Hè? Ja, ik denk dat je dat wel, dat het belangrijk is, gewoon om een teleurstelling te voorkomen, is om goed te onderzoeken. Waarom wil je nou eigenlijk die bed and breakfast? Weet je, wat zijn nou de uitkomsten waar je naar verlangt, wat je graag wil hebben in je leven? En gaat die bed and breakfast dat je wel geven? Ja, ja, precies. Kijk, het kan zo zijn dat je nadenkt over die bed and breakfast omdat je graag je eigen tijd in wil delen. Dus daarom het idee hebt om iets op te zetten. He, dat kan. Of dat je graag mensen wil verwelkomen, iets wil verzorgen, hospitality inderdaad. Ja. Dat je wat meer buiten wil zijn, de natuur in. En inderdaad, de vraag is inderdaad van, hey, is de bed and breakfast de mogelijkheid of zijn er meer mogelijkheden? Inderdaad. Huh? Ja. Wat je... En hoe moet je dan die bed and breakfast gaan opzetten? Ja. Zodat je je eigen tijd in kunt blijven indelen. Ja. Of ben je alleen maar bedden aan het schoonmaken? Nee, dat is wel. Ja. Nou ja, jij zei net van we hebben inderdaad toen ook een aantal ideeën opgeschreven. Of ik toen op 5 jaar geleden van hey, wat zou ik nou graag willen doen? Hè? Ik wilde ook iets anders. En bed and breakfast was ook een van de dingen die ik graag had opgeschreven. Uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Hè? Nee. Dus er was voor mij meer van, hey, wat is bed and breakfast? Was voor mij van, ik wil vrijheid. Maar ik wilde ook heel graag reizen. En toen hebben wij heel veel Ik Vertrek gekeken. Ja. En toen zagen wij inderdaad van, oh, maar als je op de manier zet, hè, zoals de Ik Vertrekkers een bed and breakfast opzetten, dan zit je soms wel eens vast aan je bed and breakfast en kunnen we eigenlijk niet meer reizen. Ja. Hè? Dus dat is ook iets van, hey, als je een bed and breakfast opzet, hoe ga je hem dan neerzetten? Ja, maar dit is dus belangrijk om te weten van, weet je, waarom wil je nou een bed and breakfast? Welke uitkomsten wil je nou in je leven, snap je? En ja. Ga niet zo blind staren op die bed and breakfast, maar ga eerst kijken, wat zou je graag willen, weet je? Ja. Wil je meer in de natuur wonen? Wil je vaker reizen? Wil je leren piano spelen? Wil je, noem maar op, wat wil je nou graag, weet je? Waar word je heel blij en enthousiast van? Ja, wat wil je echt? Ja, waar staat het voor? Dan pas kijken naar van, hoe je dat kunnen bereiken. Ja. Hoe je dat kan bereiken. Ja, ja. Misschien is dat met een bed and breakfast. Ja, misschien komt er wel uit van. Misschien ga je een online bedrijf opzetten. Misschien ga je, kan je met je huidige bedrijf wel locatie onafhankelijk werken. Ja. Hè? Ja. Kun je in Noorwegen in de bossen wonen? Kan je gewoon met het bedrijf waar je nu werkt of je eigen onderneming, kan je dat voorzetten? Je zult zien dat er dan, als je weet wat je wil, dat er veel meer mogelijkheden zijn dan alleen die bed and breakfast. Ja, ja, precies. En ga dat eerst onderzoeken. Ja, dat is eigenlijk de key inderdaad om teleurstelling te voorkomen. En ook om gewoon iets meer overwogen een besluit te nemen in wat je graag wil doen. Ja, en je zult zien dat je eigen proces, dat die verandering ook veel sneller gaat ontstaan. Omdat je weet waar je naartoe wilt. En het is niet alleen die bed and breakfast, maar er zijn ook nog 5 andere mogelijkheden hoe je dat kunt bereiken. Ja. Dus je gaat veel meer in de stroomversnelling komen. Ja. En je zit niet straks met een bed and breakfast en dat je er straks niet meer blij mee bent. Ja, precies. Ja. En misschien is het wel die bed and breakfast, maar dat is mooi. Maar dan wist je dat ook, dat hem is. Dan weet je van, hey, ik heb mijn onderzoek gedaan en ik heb er in die zin ook wel alles aan gedaan om te weten dat dit de juiste keuze is. Ja. Dus ga daarover brainstormen. Ja, dus ik hoop dat we hiermee hebben geholpen. Dus ga ontdekken wat je echt wilt. Wat is nou die achterliggende gedachte van, hey, ik heb het idee om een bed and breakfast op te zetten. Ja, wat verwacht je te krijgen. Oké, laat je reactie hieronder achter. Laat even weten of jij ook met een bed and breakfast idee laat weten wat jij graag zou willen. Ja. Stel dat jij nou die bed and breakfast gaat opzetten. Ja. Wat zijn jouw uitkomsten die jij graag zou willen? Ja. Wat een verbetering is op je huidige leven. Precies. Ja. Leuk van je te horen en ciao, ciao! Ciao.
Hey, Nicole hier. Ik heb nog iets tofs voor je. Als je voelt dat dit het moment is om je topleven te gaan leven. Je kan een zetje in de rug goed gebruiken omdat je het lang genoeg hebt uitgesteld. We geven je graag dat zetje om je te helpen. Dus ben je gemotiveerd om er nu voor te gaan? Kom met ons in gesprek. We gaan dan kijken waar je nu staat en waar je naartoe wilt. En we zullen ook kijken of ons topleefprogramma aansluit bij jouw situatie om sneller jouw topleven te bereiken. Nou, vraag nu gratis een topleefsessie aan. Ga naar www.culicool.nl/topleefsessie. We kijken er ontzettend naar uit je te spreken. Op jouw topleven!